Dat is een heel belangrijk punt. Probeer je zonde te beleiden als het duidelijk is. Tussen u en de Heer en u en elkaar. Het begint in het huwelijk, met kinderen, met ouders, in de gemeente. Als het noodzakelijk is. En ik zeg altijd 10 of 11 moeilijkste woorden zijn. Ik was fout, het spijt me, wil je mij vergeven? En dat de Heer nog een tweede, derde, vierde kans geeft om dingen in orde te brengen. We blijven zijn kind als we ons tegen hem verzondigen. Dat is genade. Maar als we bewust, nemen we aan iemand die komt dat geloof en die blijft verder drugs gebruiken bijvoorbeeld. En uiteindelijk zegt hij, nou ik wil er nu mee ophouden. Maar hij heeft in zijn christenleven daar 10 jaar nog mee gebruikt. En het 11e jaar moet hij sterven. En de gedachte is, hij gaat naar de hemel. Maar voor de rechterstoel van Christus heeft hij niet veel kunnen. De Heer heeft hem niet bewust kunnen gebruiken. Hij heeft gewoon verder bewust gezondigd. Dus er is een onderscheid tussen de positie die we hebben. God heeft altijd daarin heel veel genade. We kunnen nooit iemand verliezen. Maar in die gemeenschap, als iemand bewust zegt, nou ik ga daar met die drugs verder, dan moet hij de gevolgen ook fysiek en ook voor de rechterstoel van Christus dragen. En waarschijnlijk ook in het verliezen van gemeenschap met zijn directe omgeliefde. Dat is een treurige toestand. En die geliefden kunnen hem wel van harte vergeven, niet verbitterd zijn. Ja, maar die kunnen dan niet in die gemeenschap met hem hebben als hij daarin doorgaat. En ik denk daarin is het punt van voorbeden heel belangrijk. Maar er komt een punt dat iemand een bepaalde volwassenheid heeft en zegt, nou ik ben nu verantwoordelijk voor wat ik hier gedaan heb. Als kind van God of in het familie. En dat is wel belangrijk dat een persoon tot dat punt komt. Maar op het moment dat hij dat bereikt, dan kan hij ook geholpen worden. Als een persoon niet zegt, ik heb hier gezondigd. Nemen we aan, het gaat om het voorbeeld wat hier genoemd werd met positie. Als iemand ziet dat hij een zondaar is, maar hij weigert de verlossing in Jezus Christus te accepteren. Ja, dan blijft hij verloren. En dat is eigenlijk in de gemeenschap ook zo. Als je als kind van God dat wel ziet, maar je weigert dat te bekennen en erkennen. Ja, dan blijft die gemeenschap verstoord. En dat is een heel treurige toestand. En dat is iets waar je voor kan bidden, dat die persoon dat erkent. En ook zegt, ja, ik heb hier zelf schuld aan waar ik nu ben. En dat wil ik ook zo zeggen. En wanneer de persoon dat zegt, dan kan er een Bijbels herstel optreden. Dat is eigenlijk het kernpunt. Een Bijbels herstel, een Bijbels fundament in die gemeenschap is heel noodzakelijk. En op het moment dat die andere persoon dat weigert te doen, ja, dan is het van één kant dat je altijd wil geven, maar die andere kant moet ook willen. Als de andere kant niet wil, ja, dan dien je daarvoor te bidden en de persoon daarmee te confronteren. En te zeggen, het is belangrijk dat je ook zelf herkent dat jij hier gezondigd hebt en dat je daar spijt van betuigt. En op het moment dat die persoon dat doet, net zoals bij de verloren zoon, dan kan die gemeenschap weer hersteld worden. Ik kan natuurlijk niet zeggen dat die persoon dan dat niet meer doet. Dat is een ander verhaal. Dat doen wij ook als christen, dat we regelmatig nog terugvallen in een bepaalde zonde. Bijbels herstel is heel belangrijk. En dat is dat degene die zich verzondigt, zijn excuses maakt, spijt betuigt, berouw toont. Dat is een heel belangrijk punt. Het belangrijkste is dat de Heer, die gemeenschap, die wordt door onbeleden zonde verstoord. En dat wil je dan altijd in orde brengen. Dat is in het huwelijk precies hetzelfde zo. De ene partij zegt, ik wil wel vergeven. Maar de andere partij die zich verzondigd heeft, die moet ook erkennen dat hij een schuld heeft en daar berouw van toont. En dan is er een basis in een huwelijk om verder te gaan. Dat is ook zo met vader en moeder en kind of broeder en zuster in de gemeente. Dat is hetzelfde principe. Het moet van beide kanten komen. Als het maar van één kant komt, dan op termijn zal het nooit een goed samen zijn. Het moet van beide kanten komen. En dat is ook een stukje volwassenheid en erkennen dat, vooral heden ten dagen, is het idee, een kind is nergens aan schuld. Dat is de omgeving of wie dan ook en zo. Maar er komt een punt dat een mens of een kind of een ziel moet zeggen, ik heb hier schuld aan. Dat wil ik erkennen, of het nou voor God is of het voor een ander is. En dat is ook volwassenheid. Staan voor wat je verkeerd gedaan hebt. Ja, en dat dan is het een zaak van, denk ik, tijd. En dat je een punt ook kunt dat je zegt van, oké, hier heb ik inderdaad bewust een regel, een wet overtreden. Daar moet ik de gevolgen van dragen en daar sta ik dan ook voor. En dan wil ik me ook daar voor verontschuldigen aan wie ik dan. Want dat is inderdaad het kenmerk van een kind. Een kind overziet niet de gevolgen tegenover derden van zijn daden. En als er een punt komt dat een kind dat gaat zien, dan kan hij zeggen, ik wil me ook verontschuldigen. Of in de eerste plaats bij God is of zijn directe omgeving is. En dan kan er gewoon een stukje volwassenheid komen. Maar soms is het een tijd van wachten dat kind dat zelf erkennen wil. Dat hij iets fout gedaan heeft, dat is wel duidelijk. Maar dat het ook een zonde erkennis is naar God toe, dat is een zaak. Ja, zo moet je daarop wachten. Dat kan heel vroeg zijn, dat kan ook jaren duren. Ja, dat is niet makkelijk als ouders.